vind het ontzettend leuk om je weer te zien, Over. Ik bedoel, hoe ja. Vond het ook prachtig. Ik ben, als jongetje van 20 jaar werkte ik voor de krant en toen sprak ik jou al. Ja. En nu zijn we allebei toch wel... Kwart eeuw. Een kwart eeuw later. Dat doelpunt tegen Celtic. Ja, gaat... dat vergeet ik niet. Dat vergeet je toch nooit meer? Nee hoor. Dat kan toch niet? Nee, dat is het. Van wie gaf die bal van achteruit? Wie? Dat was Israël. Rinus, hè? Ja. Met die lange paas. Wat een vrije trap. Lange paas. Rinus heeft een lange paas, ja. En dan wordt er hens gemaakt. Ja. Dan maakt er iemand hens. Ja. Van Celtic, wie? De stopper. McNeil of zoiets. McNeil, ja. Die maakt hens. Ja. Maar ik ging door, hè? Jij ging door? Ja, moet doorgaan. Keeper kwam eruit. Ja. En je tikt hem? Ja, over zijn hand in. Over de keeper heen? Ja. Maar dat was mooi. Wat een goal, zeg. Ja. Hoeveel doelpunten heb jij wel niet gemaakt over voor Feyenoord? Ik was daar 5 jaar, zoals je weet. Het was 122, denk ik, in de competition. In 5 jaar? In 5 jaar, ja. 122 doelpunten? Ja. En dan een beetje met de cupwedstrijden natuurlijk. Ja. En vriendschappelijk. Zo, boven de 200 was het zeker in die 5 jaar. Dat denk ik. Maar heb je de laatste ontwikkelingen bij Feyenoord, volg je dat nog een beetje? Volg je het nog echt goed of niet? Of is Feyenoord ver weg voor je? Nee. Ik blijf het volgen. Ik heb de Feyenoordkrant eens per maand, dus dan blijf ik volgen wat, wat erin staat. Over heeft de Feyenoordkrant, ja? Ja, die krijg ik opgestuurd. Die krijg jij opgestuurd? Ja. Nou, daar ben ik blij om, dus ik ben goed op de hoogte wat gebeurt daar zo. Wie vond jij nou de allerbeste Feyenoorder in jouw tijd? In mijn tijd. Ja, wie was nou de beste? Wie was nou echt de beste? Dat waren heel veel. Ja, maar je mag er maar één noemen. Ja. Wie was voor jou de allerbeste? Voor mij de beste. Ja. Ja, dat was Koen Molijn. Shirtje waarin jij dat doelpunt hebt gemaakt. Heb jij dat nog? Tuurlijk heb ik dat. Dat heb je nog? Het shirt voor mij, ja. Heb ik boven wel, denk ik. En heb je nog altijd bewaard? Ja hoor. Zou je dat voor mij even willen pakken, alsjeblieft? Tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Graag, graag. Want ik wil het shirt wel even graag zien. Tuurlijk. Het belangrijke invalshirt. Ja. Kijk eens. Aha. Oh. Mooi hè? Oh. Ja. Het ziet er nog mooi uit, zeg. Zeker. Dus dit is hem. Dat is hem. Hier heb jij hem ingemaakt, die goal. Ja. Met de echte nummer 9 staat er nog op. Ik ben eigenlijk van plan dit shirt aan Henrik Larsen te gaan geven. Dat vind ik leuk. Vind ik leuk, ja. Ja, weet je, van de ene zweet naar de andere zweet. Ja. Weet je wel, toch? Hartstikke leuk. Want als hij dat shirt zou dragen, dit magische shirt, Europa Cup meegewonnen, dan zou dat toch geluk moeten brengen, of niet? Dat geloof ik zeker. Hè? Ja. Tegen Gladbach. Zeg nog even wat in het Zweeds tegen Henrik. Zeg nog even wat. Ja, dat doe ik graag. Nou, kom op. Ja. Allt gespeeld. Lycka till med den här tröjan och du sträck på vristen, Henke. Nou, dag Henrik. Hey Harry. Nou, moet je luisteren. Ik kom net uit Zweden. Ja? Ik ben bij Overkindval geweest. Oh ja. Die ken je? Ja, ik ken hem wel, ja. In dit shirt heeft hij dus het beslissende doelpunt gemaakt. Ja? Tegen Celtic. Jij moet het even aantrekken. En dat moet je ook doen als je dus tegen Gladbach speelt. Ja, moet u dat? Ja, dan moet je onder je shirt aantrekken dan. Nou, trek hem eens even aan. Kijk, ja, hoe groot hij was. Trek hem eens even aan, oké. Okay. Hoe zit dat? Ja, het zit wel lekker hoor. Het zit wel goed, hè? Ik voel het al komen hoor. Juist. Ja. Nou, als zou je even in mijn broek doen? Ja, even dat het gewoon... En dan doe je daar gewoon dan het shirt overheen. Dat is goed. Waarin je speelt tegen Gladbach. Dat is goed. En dan weet ik zeker... dat jij gaat scoren. Ja? Dan ga jij scoren. Ah, ik geloof je wel. De dreadlock, poef, 3 doelpunten tegen Bremen. Met dit shirt moet jij toch 1 goaltje kunnen pikken tegen Gladbach. Ja, ja, eentje. Goed. Weet je zeker? Ja hoor.